Met Ignatius Geisa heeft atletiekvereniging PAK Rotterdam een heuse kampioen in huis. De verspringer heeft al vele prijzen op zijn naam, maar een medaille op een Europees kampioenschap ontbreekt natuurlijk nog. Als geboren Afrikaan kon hij immers niet meedoen aan een EK. Geisa werd vorig jaar pas Nederlander. It's my first European championship and it's I've been to world championship, I've been to Olympic Games, but I've never been to European championship, so I'm looking forward to it. Vanwege zijn indrukwekkende cv ligt er druk op de schouders van Geisa, maar zijn prestaties vallen dit seizoen nog wat tegen. The beginning of the season it went pretty well. In the middle of the season was averagely 790, 780s. And then I'm a kind of a championship athlete, so I always have my best performance on a championship, so I'm getting ready. My goal is to be on the podium at the European Championship. When I was jumping for Ghana, I did win almost every championship medal except the Olympics. And now I'm a Dutch. I have won a silver medal for them in the World Championship. I always said to myself, one down, four to go. Why four? So one, I want European Championship medal. I want European Indoor Championship medal. And I want World Indoor Championship medal also. And the last but not the least, the Olympic medal. But that one, 2 years from now. But I'm still thinking about it. Het persoonlijk record van Geisa staat op 8 meter 43. Hij is ervan overtuigd dat hij die afstand kan evenaren of overtreffen. Everything is possible. I only need to work on my approach. My last 15 meters before the takeoff board has to be a little bit quicker. And if I can be able to put all these things together, I can jump my personal record again. In de aanloop naar het EK heeft Geisa wat last gehad van een kuitblessure. Op de trainingen doet hij het dan ook rustig aan. Hij gaat niettemin voor een podiumplek, maar zijn uiteindelijke doel is een Olympische medaille in 2016. Yeah, every athlete's dream is to be an Olympian and then to put in the icing on the cake is to win an Olympic medal. And then if you look at my career, I have won almost every championship, a medal at every championship. I have world championship medal, I have world indoors, I have Africa championship, I have Commonwealth Games titles and so. It's left with Olympic, I'm missing Olympic medal, so kind of my goals is not complete yet. So I'm eager to win an Olympic medal. That's my goals. Toch ziet hij het EK bepaald niet als een oefentoernooi voor de Spelen. Well, I wouldn't say it's a preparation for the Olympic Games because 2016 is 2 years away from here. So if you use a European Championship as a preparation towards Olympics, it's kind of prematurely. There are a lot of competition ahead of you, so you have to take every competition one after the other. So I would say that I wouldn't say European Championship is to prepare myself for the Olympics now.